Rogier, ik snap het nu niet meer, want we hebben net alle producten van Botox genoemd, maar nu Botox. Ja, nou, je hebt namelijk ook Botox. Botox is ook gewoon Botox. Botox is, je wordt eigenlijk net zo gebruikt als aspirine. Ja. Vroeger zo van aspirine, maar het is de overkoepelende naam, zeg maar. Nee, maar het is, Botox is in principe de merknaam Botox. En ja, nu wordt het onder Vistapel wordt het trouwens verkocht. Okay. Maar goed, Botox, ja. Botox. Nou, oké, en wat zijn de mogelijkheden met Botox? Nou ja, Botox, het middel is dus gewoon de oorspronkelijke Botox. Dus dat betekent dat, dat was gewoon toen het geïntroduceerd was, was er alleen maar Botox. Botox, ja. En ik gebruik het niet zoveel in mijn praktijk. Ik vind het, in sommige gevallen vind ik gewoon azolure gewoon beter werken. Ja. Ik vind Bocouture ook beter. Ook goed werken. Waarvoor zou je het kunnen gebruiken dan? Alles waar je Botox voor kan gebruiken, dat betekent de expressierimpels, voorhoofdrimpels, kraaienpootjes. In sommige gevallen kan je zelfs een soort neuscorrectietje kan je toevoegen. Je kunt, als mensen van die koudjes in de wangen hebben, als ze van die hangende mondhoeken hebben, kunnen ze het doen. En je kunt de rimpeltjes die... Strenger hier kan je zitten, doen. Inderdaad. Overmatig zweten. Overmatig zweten, ja. En wat kunnen mensen verwachten die Botox gaan gebruiken? Want in principe wat je van is 3 maanden. Na 3 maanden, dat je 3 maanden resultaat hebt. Binnen ongeveer 3 tot 5 dagen begint het effect op te treden. Oké, okay, ja. En that's it. Nou, top. Goed. Heel duidelijk, ja, ja. Ik kom dus net tot een hele fijne conclusie, wat ik echt niet wist. Maar dus Botox is eigenlijk de allereerste vorm van Botox. En nu gebruiken we dus eigenlijk andere soorten Botox. Precies. Die we ook Botox noemen, toch? Precies. Ik zeg het goed, hè? Maar je kan het dus gebruiken voor eigenlijk voor alles waar je Botox dus normaal voor gebruikt. Dat zijn dus gelaat, rimpels, overmatig zweetgebruik. Precies.